ben Anja Tijthoff, partner van Serri Jachtwerf en Jachtmakelaardij. En mijn voornaamste taak is de marketing en de PR van het bedrijf en de verkoop van alle nieuwe en gebruikte jachten die wij in onze haven hebben. Ja. Onze vaste groep is 7 mensen. Waarbij er 3 zeg maar, in de werkplaats en buiten werken. En waarbij we met z'n vieren dan zogezegd de voorkant van het bedrijf vormen. En dat is eigenlijk daar waar je al je bedrijfsuitingen hebt. Je etalage, inrichting van je showroom. De presentaties op internet en je eigen internetsite. De eventuele samenstelling van advertenties. Het schrijven van persberichten. En ook heb je daar te maken met de echte directe verkoop aan klanten. Het is ontzettend boeiend, zeker als je van mensen houdt en in mensen geïnteresseerd bent. Is eigenlijk het werken op een werf is het allerleukste wat je kunt doen. Want je komt met zo ontzettend veel verschillende mensen in aanraking. En mensen hebben allemaal een passie voor varen en iedereen brengt daarin zijn eigen verhaal mee. Maar op het moment dat mensen binnenkomen, moet je ervoor zorgen dat je gewoon een warme, hartelijke ontvangst hebt. En dat je met mensen in gesprek raakt. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak die je hebt als mensen eenmaal bij jou op de werf de deur binnenlopen. Want je moet contact maken met elkaar. Mensen moeten ook het vertrouwen hebben dat als ze met jou zaken gaan doen, dat ze ook goed terecht zijn gekomen en dat ze ook na de aankoop op je kunnen blijven rekenen. Als je interesse hebt om jachtmakelaar te worden, dan is het van belang om eerst werkervaring op te doen in de watersport. Dat kan vanuit een technische functie of vanuit de functie als ondersteunend in de verkoop. En als je merkt dat je talent hebt en met name het commercieel talent en je vindt het leuk om schepen te verkopen, dan is het natuurlijk gewoon verstandig om een goede opleiding voor de jachtmakelaardij te volgen en daarna jachtmakelaar te worden.